Welkom Cor, welkom Thomas. Fijn dat jullie er zijn en dat we een aantal vragen aan jullie mogen voorleggen. En laat ik maar gelijk met de eerste vraag beginnen. Bij jou beginnen, Cor. Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar het managementboek dat je bij ons hebt uitgegeven? De nazorg. En wat hield die nazorg precies in? Er ontstond best een klik. Dus toen ik met mijn boekconcept kwam wat ik wilde gaan doen, toen zei ik meteen we gaan doen. En toen heeft de SDU zich met name geconcentreerd op de context, ik op de content. En iedereen hield zich mooi in de rol en we stimuleerden elkaar om er een mooi eindproduct van te maken. Dat is een gezamenlijke effort geweest tussen Academic Service en mezelf natuurlijk. Maar wat je vaak ziet is dat één partij actief is via een PR-bureau. En dit was echt drie partijen die hiermee aan het bezig waren. Een PR-bureau, Academic Service die heel actief ermee was. En Excel die actief was, dus in gezamenlijkheid hebben we die markt heel goed bewerkt in mijn gevoel. Herken je dat, Thomas? Absoluut. Natuurlijk met Effectuation nieuwe kreten lanceren. En dat was wel een uitdaging, omdat er zijn natuurlijk heel veel boeken over intern ondernemerschap geschreven. Het besluit om dat in de markt te gaan zetten, dat toont echt lef als uitgever. En zo verander je wel literatuur in Nederland. Dus dat vind ik super. Maar Gerrie, dat is mijn trots op de samenwerking. Waar zijn jullie trots op? Ik ben trots op het portfolio dat we hebben, op de titels, de auteurs die we tot onze stal mogen rekenen. Ik denk aan Angela Thaal en Sascha Dirksen van het Groot Werkvormenboek, aan Jos Verveen van Bullshit Management, maar ook aan Robert Cialdini van Invloed die we vertaald hebben. Ik ben trots op de durf dat wij nieuwe thema's in de markt durven te zetten, neuromarketing, effectuation. En waar ik vooral trots op ben is ook dat wij het als team maken samen met de auteur. Bijvoorbeeld ook met Wieke, de redacteur. Ja, ik denk dat de samenwerking met de auteurs voor ons allemaal heel erg belangrijk is. En dat dat heel soepel loopt, omdat we met een klein team werken en dus korte lijntjes hebben. Bij ons is het coachen van auteurs van het hele manuscript tot aan het boek heel belangrijk. We volgen ze iedere stap. En ook de PR is uiteraard heel belangrijk. Onze marketeer Joshua, die heeft intensief contact met de auteurs, is goed met PR bezig. Nou ja, samen is dat iets om trots op te zijn. Volgens mij kunnen we concluderen, auteurs en uitgevers, die kunnen niet zonder elkaar. Cor, Thomas, hartelijk bedankt voor dit gesprek en tot snel. Oké, graag gedaan. Dat was leuk.